Wat gaan we doen? Nou, korte introductie. NFG, waar staan we nu? Wat gebeurt er op de achtergrond? Wat zijn nou onze doelstellingen? De uitdagingen die wij hebben op dit moment om die doelstellingen te gaan bereiken. Initiatieven die wij ondernemen en nog zullen ondernemen. Wat is nou eigenlijk onze doelgroep, hè? Met name de consument? Voor welke consumenten doen wij het nu daadwerkelijk? Samenwerking met de marktpartijen, nou ja, dat is key om uiteindelijk succesvol te zijn. En als laatste neem ik jullie mee door echte praktijkcases op het gebied van de haircutregeling. Nou, wellicht hebben jullie er allemaal wel eens van gehoord. Nou, wat we hier zien. Zijn het aantal verliesdeclaraties dat wij de afgelopen 3 jaar hebben ontvangen en een prognose voor dit jaar. Nou ja, het zal niemand verbazen dat een stijgende lijn is. Daar worden wij niet heel erg zenuwachtig van. Daar hebben wij een goed fondsvermogen voor. Maar het betekent wel dat onze focus ligt op het voorkomen van een verliesdeclaratie en dus het realiseren van woningbehoud. Is wanbetaling nu echt een oorzaak van die stijging? Nou, eigenlijk in het geheel niet. Dat hebben wij redelijk onder controle. Daar zien wij niet flinke stijgingen in. Het zijn voornamelijk de live events die zorgen voor verliezen. Live events, gevolgen van relatiebeëindiging, in mindere mate werkeloosheid en een nog mindere mate arbeidsongeschiktheid. Wat we ook zien is dat de consument hulp nodig heeft. De financierbaarheid van de consument neemt af. Zijn oplossend vermogen is sterk afgenomen. En kort gezegd, hij kan het eigenlijk niet helemaal meer alleen. NFG is vanuit haar maatschappelijke rol en verantwoording naar de consument, geld geven, maar ook zeker naar de achtervang, dat wij oplossingen bieden voor woningbehoud. En dat mes snijdt aan verschillende kanten, zoals jullie straks zullen zien. Wat zijn onze doelstellingen? Nou, stipt op nummer 1 is woningbehoud voor de consument. Die garantie, de NFG-garantie, biedt daar oplossingen toe. Nou, zoals iedereen hier wel weet, er is een mogelijkheid voor een consument om kwijtschelding te krijgen. Door een reden als bijvoorbeeld relatiebeëindiging, werkloosheid, arbeidsongeschiktheid. En dat gegeven biedt ons de mogelijkheid om woningbehoud te realiseren. Daarbij is wel duurzaamheid altijd het uitgangspunt. En dat betekent dat de lening moet betaalbaar zijn en blijven voor de consument nu en in de nabije toekomst. Het is dus niet de bedoeling dat de consument in een woning blijft, het vervolgens niet meer kan betalen en een jaar als later alsnog omvalt. Nou, zoals ik zeg, het mes snijdt aan verschillende kanten. Verliesbeperking voor NFG. Door het aanbieden van oplossingen voor woningbehoud weten wij ook de verliezen te gaan beperken. Waardoor het fondsvermogen langer beter intact blijft en we ook beter bestand zijn voor de toekomst. En NFG kan zijn voor de mensen die het echt nodig hebben. Alleen verliesbeperking is niet de leidraad voor ons. Want het gaat toch altijd, de consument staat erin centraal, dat het betaalbaar blijft voor hem. Maar daarnaast ook dat het zelfredzaamheid van de consument in stand blijft. Dus als de consument zelf zijn eigen problemen kan oplossen, heeft dat altijd de voorkeur dan dat NFG met een oplossing komt. Nou, als laatste natuurlijk klantretentie voor de geldgever. Dat is een gedeelde verantwoordelijkheid. De geldgever die moet zijn klant, of wil zijn klant natuurlijk behouden. Het is een gedeelde verantwoording, zoals ik zeg, en een gezamenlijk doel. En dat betekent dat NFG door middel van het inzet van financiële middelen, de geldgever door zijn inzet van kennis en zijn klantcontact, dat we samen realiseren dat woningbehoud wordt gerealiseerd. Die doelstellingen, dat is mooi aan de ene kant om die te stellen, maar er zijn natuurlijk wel wat uitdagingen. En die uitdaging moeten we eerst weten is van ja, op welke knoppen moeten we nou gaan drukken om die doelstellingen te kunnen bereiken. Nou, op nummer 1 is de financierbaarheid van de consument. Wat hebben wij de afgelopen jaar, 2 jaar gezien? Is dat er eigenlijk geen beheerskaders zijn voor beheerssituatie. Waardoor er door het ontbreken van die kaders nog regelmatig wordt teruggegrepen op acceptatiecriteria. Acceptatiecriteria zijn echter niet van toepassing in beheerssituaties. Ze spelen andere risico's, ze spelen andere situatie. En uiteindelijk door het toepassen van acceptatiecriteria in beheerssituaties kan dat uiteindelijk leiden tot een onnodige verkoop. Iemand moet zijn woning verkopen, bijvoorbeeld omdat de LTV te hoog is.
Ja, dat soort zaken zijn niet altijd verklaarbaar richting een consument. Natuurlijk moet je hem gaan behoeden voor al te grote risico's. Maar de consument is maar eigenlijk met één ding bezig, is onze ervaring. En dat is van ja, hoe behoud ik mijn woning? Hoe kan ik zorgen dat ik in die woning kan blijven zitten? En niet dat ik eruit moet, nou ja, en op straat staat, huurwoning moet gaan zoeken. Nou, dat is ook allemaal niet makkelijk. En die consument is niet zozeer bezig van ja, mijn woning is flink in waarde gedaald, dus ik moet maar verkopen. Woningmarkt zit ons natuurlijk niet mee, hoef ik u allemaal niet te vertellen. Huizenprijzen zijn gedaald. Nou ja, dat heeft uiteindelijk natuurlijk een effect op het aantal verkopen met verlies. Die stijgen, dat zien wij ook terug. De lange doorlooptijden, dat is erg vervelend, zeker in het geval van een live event. Stelt u zich voor, u besluit de relatie beëindigen en u zit nog 3 jaar lang aan elkaar vast omdat de woning nog steeds niet wordt verkocht. Herstel van de woningmarkt, ja, we zien de laatste weken natuurlijk wel positieve berichten. Dat is heel erg mooi. Alleen voor de korte en middellange termijn zal het nog steeds geen oplossing zijn in dit soort situaties. Omdat altijd de huisprijzen dusdanig gezakt zijn dat je altijd met een verlies wordt geconfronteerd. Een derde uitdaging die we hebben is de financiële positie van de consument. Wij zien daarin in gebeuren is dat eigenlijk de buffers opdrogen bij de consument. Op het moment van werkeloosheid, die periode duurt heel erg lang, spaarcenten raken op. Ja, en dan komt men al gauw in een default situatie terecht. Inkomensperspectief is redelijk laag. Hè. Hele beroepsgroepen staan op dit moment op een nullijn. Het is niet meer zo van als je afgestudeerd bent dat je een hele mooie inkomenscarrière maakt binnen de 5 of 10 jaar. Dat is nog onzeker. En zoals ik zeg, het vet op de botten is flink aan het afnemen. Maar we hebben nog een andere uitdaging en dat is niet alleen naar de markt, maar ook van ja, tot hoever reikt je zorgplicht nou? Hè? Tot hoever reikt de zorgplicht van een geldgever, maar ook tot hoever reikt nou zo'n zorgplicht van een NRG? Want ook de consument heeft een eigen verantwoording om ervoor te zorgen alles eraan te doen om dat zijn woning niet gedwongen wordt verkocht en dat hij niet voor dat punt komt te staan. Daarnaast, als wij financiële middelen als NRG willen gaan inzetten, ja, welke financiële risico's loop je daar nou mee? Want op het moment dat ik nu een bepaalde middel inzet en de consument valt alsnog volgend jaar of een jaar later om, nou ja, afhankelijk van wat de woningmarkt gaat doen natuurlijk, kan het verlies wel eens hoger zijn als dat je nu had besloten om te gaan verkopen. Nou ja, daar is onze achtervang bijvoorbeeld niet blij mee. Maar dat heeft ook wel effect op je imago. Hè? Want dit is... Het is niet heel erg goed voor je imago op het moment dat je een regeling treft met zo'n consument. En hij valt uiteindelijk nog na een jaar om, omdat hij zijn hypotheeklasten niet kan betalen. Ja, en een andere belangrijke is moral hazard. Hoe voorkomen we dat? Moral hazard aan de ene kant misbruik maken van de garantie. Door te zeggen van nou, ik heb toch NRG, dus ik verkoop de hele boel en ik leg de rekening daar neer. Maar aan de andere kant ook moral hazard voor de middelen die je inzet als NRG. Nou, dat zijn dilemma's waar wij iedere dag mee bezig zijn. Die wij zoveel mogelijk in samenwerking ook met geldgevers proberen te gaan voorkomen. In ieder geval goed te beheersen. Nou, vanuit die doelstellingen en initiatieven doelstellingen en uitgangspunten dat wij hebben, zijn een aantal initiatieven naar voren gekomen die wij ontwikkeld hebben en in de markt zullen gaan zetten of reeds hebben gezet. Nou, op nummer 1 is de kaders voor woningbehoud in beheerssituatie. Want wij nemen als uitgangspunt dat een beheerdossier geen acceptatiedossier is. Er gelden andere risico's en dus moet je ook anders naar zo'n post kijken. Nou, betaalbaarheid van die lening is daarbij leidend. Dus hoe kan de consument op de korte en middellange termijn zijn hypotheeklasten blijven betalen? En wat is de middellange termijn? Nou, dan spreek je het op ongeveer op een 3 tot 5 jaren dat je het kan vooruitzien en kan voorspellen. Absoluut uitgangspunt is een duurzame voortzetting dus van die lening. Nou, met wie doen wij dat? Natuurlijk niet alleen. Dat kunnen wij als NRG niet. We hebben wel een initiatief daartoe genomen, maar we zijn daarvoor in gesprek met de geldgevers en met de AFM en met de Nibud. En die ondersteunen allemaal dit initiatief. En onze doelstelling is om dit zo spoedig mogelijk in de markt te gaan zetten, zodat de consument, de zelfredzame consument,
in zijn woning kan blijven, puur op beheercriteria en niet op acceptatiecriteria. Nou, naast als de beheerssituatie, want ook dat is natuurlijk heeft zijn beperkingen, heeft zijn grenzen, hebben wij ook nog financiële middelen die wij ter beschikking kunnen stellen aan de geldnemer. Dat zijn natuurlijk de woonlastenfaciliteit. Nou ja, die is u alle bekend. Die draait al een aantal jaartjes mee. Dat is een faciliteit die volledig onder mandaat van de geldgever wordt gefaciliteerd. En NNG staat garant daarvoor. Nou, in het kort houdt die regeling in. Dat gedeelte wat de consument tijdelijk niet meer kan betalen, wordt bijgeschreven bij de hypotheek hoofdsom. En de keerzijde is wel dat dat bedrag terugbetaald moet worden. Dus er wordt wel een schuld opgebouwd voor de consument. Nou, andere faciliteiten die wij aanbieden, die zijn nieuw. Die zijn dit jaar geïntroduceerd of zullen geïntroduceerd gaan worden. Dat is de haircutregeling, is bij 1 juni van start. Kort gezegd houdt de haircutregeling in dat er een deelaflossing namens NNG wordt gedaan aan de geldgever, zodat de hypotheekhoofdsom wordt verlaagd. Ik ga jullie straks in het praktijkvoorbeeld laten zien van wat voor effecten dat heeft. De cashflow-regeling, gevallen van werkeloosheid, dat gedeelte wat de consument niet kan betalen, legt NNG bij. En daarnaast bieden wij ook een jobcoach aan om te gaan zorgen dat de consument weer inkomsten kan vergaren en dus zelfvoorzienend kan zijn. En de laatste is de saneringsregeling, echt in intensief beheerzaken. Een hele flinke achterstand is opgelopen. De consument is inmiddels wel gestabiliseerd en kan zijn maandelijkse lasten voldoen. Alleen blijft tegen die schuld aan hikken. Nou, in die gevallen kunnen wij zeggen, wij betalen die schuld af, zodat u met een schone lei zeg maar verder kunt met de hypotheek. Ik denk dat de meeste van jullie in andere presentaties wel gezien hebben wat het inhoudt. Dus ik ga daar omwille van de tijd niet te ver op in. Ik denk dat de presentatie wel beschikbaar voor jullie komt. En in de bijlagen daar zit een wat nadere uitleg over deze regelingen. Nou, wie is nou onze doelgroep? Welke consument richten wij ons nou op? Hè? Dat zijn de zogenaamde broodjesaapverhalen dat we verplichten mensen in een woning te laten zitten. Nou, dat zal NNG nooit doen. Wij kunnen niet beslissen of de consument moet verkopen. Wij kunnen ook niet beslissen dat de consument in zijn woning blijft. Dat is altijd zijn eigen keuze. Wat we wel doen, wij kijken altijd naar de financiële gedwongenheid van de verkoop. Nou ja, en dan kom je in de sfeer van de NNG-garantie of daarvoor een kwijtschelding wordt verleend te ja of te nee. Nou, we hebben 4 soorten consumenten. De consument die wil en kan. Nou, daarvoor zijn wij er. Daarvoor zetten we ons in om met beheercriteria te komen. Zodat de consument binnen die criteria gewoon zijn lening kan voortzetten. En dat de geldgever ontslagrovelijke aansprakelijkheid kan verlenen. Nou, daarvoor zetten wij ons dus op generiek binnen, op marktbrede oplossingen. Maar niet specifiek op dossierniveau. Dan hebben we de consument die wel wil, maar niet kan. Dus die wil graag in zijn woning blijven wonen. Maar ja, zijn financiële positie is dusdanig dat ook binnen die beheerscriteria hij daar niet binnenvalt. Nou, in die gevallen, dat is onze doelgroep om te gaan kijken, kunnen we woningbehoud realiseren met inzet van een financiële faciliteit. Daarvoor bieden wij dus die maatwerkoplossingen. Nou, dan hebben we ook nog een consument die wel wil, of die niet wil, maar wel kan. Nou, dat kan. Zoals ik zeg, wij zullen nooit voorschrijven, u mag uw woning niet verkopen. Dat is een keuze van de geldgever. Hè. Die heeft de keuze om te zeggen, ik haal wel of niet mijn hypotheekrecht rechtdoor. Maar NNG doet daar geen uitspraken over. Het is in ieder geval voor ons geen doelgroep om iemand in zijn woning te laten zitten. Dus we zullen ons daar niet heel erg op richten. Wat we daarmee doen is kijken naar, is er een financieel gedwongen reden? En de consument heeft een eigen verantwoording. Besluit hij te verkopen en is er geen financiële reden, ja, zal hij een restschuld hebben die hij moet terugbetalen aan de NNG. En dan hebben we nog de consument die niet wil en niet kan. Nou ja, ook dat is geen doelgroep voor ons voor woningbehoud. En de garantie blijft ook voor deze consument gewoon van toepassing, mits er een financieel gedwongen reden is voor verkoop van de woning. Nou, belangrijk is natuurlijk samenwerking, want de NNG kan hele mooie dingen in de markt gaan zetten. Maar wij zijn een kleine organisatie, we hebben 1 miljoen garanties. Nou, daar heb je nogal, als je dat allemaal operationeel zelf zou gaan inbedden, dan heb je nogal al wat nodig. Het is ook zeker niet onze bedoeling en het blijft altijd de klant van de geldgever. Dus wat moeten wij doen met z'n allen? Dat is het delen van kennis en expertise.
Dus wij maken graag gebruik van de kennis en expertise van geldgevers. Wij stellen onze kennis en expertise graag beschikbaar. Maar behalve geldgever en NRG is er ook een samenwerking nodig tussen andere marktpartijen. Neem bijvoorbeeld de makelaar. Want op het moment dat een consument besluit zijn woning te verkopen, zonder zijn geldgever daarvoor in te lichten of zonder bijvoorbeeld NRG daarvoor in te lichten, dan zou het wel heel erg fijn zijn als de makelaar in ieder geval opwijst van hey, heeft u NRG, let u op, daar zijn rechten en plichten. Want op het moment dat dat niet gebeurt en je staat voor een voldongen feit en men zit bij de notaris en de geldgever weet op dat moment pas van ja, pand is verkocht, ja, dan kan hij niet veel meer, NRG kan niet veel meer, consument is niet geïnformeerd. Kortom, samenwerking en doorontwikkeling van de initiatieven die wij ondernemen. Daarnaast voor de toekomst natuurlijk de nieuwe initiatieven gaan ontwikkelen. Want het is zeker niet gezegd dat hetgene wat wij nu implementeren, dat het ook het allerlaatste is wat wij doen. Wij willen graag in samenwerking met geldgevers komen tot goede oplossingen. Nou, behalve natuurlijk kennis en expertise, praten is leuk met elkaar. Werkgroepen organiseren is leuk met elkaar, maar daarmee halen we geen resultaten. Uiteindelijk moet het ook uitvoerbaar worden. Dus ook in de uitvoering zullen we moeten gaan samenwerken met elkaar. Geldgevers, NRG, maar ook zeker andere marktpartijen. En bij die samenwerking is het ook een kwestie van belangenafwegen. Want natuurlijk staat de klant centraal, daar draait het uiteindelijk om. Hè. Het is de klant die zijn woning kan behouden, ja of nee. Maar het is niet tegen iedere prijs. Dus het is ook wel zo, we moeten goed kijken naar moral hazard. En van ja, wat is werkbaar? En dan niet wat is werkbaar voor één geldgever, maar wat is werkbaar voor 25 geldgevers. Want dat is het speelveld waarin NRG zit. En de vraag is voor ons niet of we het allemaal gaan doen, maar wel de vraag is hoe we het gaan doen. En dat is waar wij ons nu eigenlijk flink op aan het concentreren zijn. En de komende maanden ook ons echt op zullen gaan richten. Is van hoe krijgen we de faciliteiten, beheerskaders, hoe krijgen we dat nou in de markt dat het ook daadwerkelijk gaat werken. En niet over 2 jaar, maar liefst nu of gisteren. Want de timing is nou. De problemen zijn er nu. En als we veel gaan praten met elkaar en in 2018 hebben we eindelijk alles rond en zijn we blij, ja, dan is het waarschijnlijk niet meer nodig. Nou, belangrijk, ik stipte het net al wat aan, is de communicatie en voorlichting van een consument. Want vroeger, ja, als je NRG had, u zag de getallen. 1000 verliesdeclaraties, nou ja, in de jaren daarvoor was het nog minder. Dat draaide het eigenlijk niet. Dat was allemaal niet zo heel erg spannend. Als je nu naar 4600 verliesdeclaraties gaat en volgend jaar zouden we daar nog verder overheen gaan. Nou, dan spreek je toch over een flinke groep. Dat betekent ook dat we met z'n allen de consument beter moeten gaan informeren. Over die mogelijkheden met NRG, dus de mogelijkheden van de faciliteiten die wij bieden. Maar ook zeker ook over zijn rechten en plichten. Van welk recht biedt die NRG-garantie? Maar welke plicht heb je als geldnemer? Want wat gebeurt er uiteindelijk? Wat kan er gebeuren? Consument is niet goed voorgelicht. En er is sprake van een verlies. En hij krijgt het oordeel van ons geen finale kwijting. Omdat u dit en dat en dat niet hebt gedaan. Ja, en de consument weet van niks. Die gaat in beroep bij de rechter. Ja, en de rechter vraagt aan ons van, had de consument dit geweten op dat moment? Welk percentage krijgt u? Ik durf even geen percentage. Ik heb het percentage niet in mijn hoofd. Het gebeurt regelmatig dat een consument, dat in een beroepsprocedure een consument stelt, ik wist het niet op het moment, de makelaar vertelde dit, de tussenpersoon vertelde dat. Ik kreeg toestemming van die om te gaan verkopen. Dat is vervelend, want NRG moet er zijn voor de consumenten die het nodig hebben. Dus de consumenten die echt om financieel gedwongen reden zijn woning moet verkopen, daar moet NRG ervoor zijn. Maar het is ook de consument die gewoon zijn lening kan dragen, ja, die zal ook zijn verantwoording daarin moeten nemen. Dus ja, daar kom je op het punt. Hè. De consument moet op de juiste gronden zijn besluit kunnen nemen. Hij is die vrij in zijn besluit, maar hij moet wel weten wat voor gevolgen dat met zich meebrengt. Ja, dat is in de communicatie en voorlichting, zowel vanuit NRG, marktbreed, als ook de geldgever die met de consument aan de slag is, maar ook de makelaar die de woning in de verkoop neemt. En waar we voor moeten waken natuurlijk in deze periode, waarin we alles snel willen, de noodzaak er nu is, waarbij ontzettend veel initiatieven in de markt zijn, is het voorkomen van rolvermenging.
NRG is borgsteller vanuit de borgsteller en risico, borgsteller en risico rol. Moet zij ervoor zorgen dat verliezen worden beperkt. Consument generiek wordt geïnformeerd. De geldgever die heeft het klantcontact. Die moet met de klant in contact treden. Naar oplossingen gaan zoeken. Gebruikmakend van de mogelijkheden van NRG. En de makelaar die moet de woningen zo goed mogelijk verkopen. En ook een stukje informatie geven. Maar het is niet de bedoeling dat de makelaar een stuk van een bijzonder beheerproces over gaat nemen. Een stuk incasso gaat doen. Of dat NRG daarin in zal gaan stappen. Of dat... de geldgever, nou goed, de geldgever die heeft natuurlijk wat bijzondere positie, want die heeft het klantcontact. Heeft ook zijn rol daarin, maar moet ook de belangen van de borg gaan behartigen en ook daarvan uit gaan opereren. Samenwerking, erg belangrijk. Ik zag net dat we redelijk tegen de tijd aan zitten, dus we gaan de praktijkcases doornemen. Dit zijn echte praktijkcases, natuurlijk met wat afgeronde getallen, om het wat leesbaar te houden. De herkutregeling is per 1 juni gestart. Het begint nu echt een flinke vlucht te nemen. We zijn daarentegen ook bezig om wat imperfecties die erin zitten op dit moment te gaan verbeteren. Dat zullen wij de komende maanden gaan doen in samenwerking met geldgevers. Maar om te zien van, nou, hoe werkt zo'n herkutregeling nou en wat bereiken we ermee met z'n allen? Nou, wat was de case? Twee mensen gaan scheiden. Hoofdsom van 195.000 euro. Meneer had een inkomen van 28.500. Nou ja, dan zie je gelijk dat dat past niet. Huidige maatlast 855 euro. En de maximale maatlast dat deze meneer kon dragen was 675 euro. Nou, tot voor kort leidde dit onherroepelijk tot een verkoop van de woning met een verlies. Dus iemand stond op straat en NRG ging uitkeren. Nou, de herkutregeling die biedt daar een oplossing voor. De maatlast moest met 180 euro verlaagd worden. Nou, volgens de berekening betekent dat er een aflossing moest komen van 35.500 euro. Die heeft NRG overgemaakt. En onder die voorwaarden was de geldgever bereid om ontslagrovelijke aansprakelijkheid te verlenen. Nou, hoe staat meneer er nu voor? Heeft een hypotheek met een hoofdsom van 159.500 euro. Een maatlast die past bij zijn inkomen. En het resultaat is woningbehoud. Consument kan in zijn woning blijven wonen. Geldgever heeft er een goede klant bij. En de NRG heeft een verliesbeperkende maatregel genomen van 23.500 euro. Het zijn niet altijd dit soort succesverhalen. Hè. In veel gevallen is er ook geen herkut mogelijk. En wat je dan ziet is toch dat de mensen daardoor geprikkeld raken en zelf oplossingen gaan zoeken. Wij hadden zelf ongeveer een percentage verwacht van 50-50. 50% zou graag willen blijven wonen. Het was succesvoller, want volgens de huidige berekeningen wil 80% absoluut gebruik maken van deze regeling en in zijn woning blijven wonen. Nou, daar zijn we erg blij mee. Alleen in deze case, die had normaal gesproken, was dit gaan leiden tot een verkoop. Waarbij een vrouw met twee kinderen op straat zou komen te staan. Wat gebeurde er? Hoofdsom van 163.000 euro hadden zij gezamenlijk. Mevrouw had een inkomen of heeft een inkomen van 24.500. Huidige maatlast 725 en de maximale maatlast is 550 euro dat zij kon dragen. Nou, ook hier, normaal gesproken, had dit geleid tot een verkoop met verlies. Nou, wij zijn aan het rekenen geslagen. Maatlast zou met 225 euro verlaagd moeten worden. En een deelaflossing van 41.000 euro. Nou, die kwam er bij ons niet door. Niet vanwege de hoogte van het bedrag, maar vanwege alle marges en berekeningen die er aan vasthangen. Oordeel, herkutregeling niet mogelijk. Nou, dat was een te zure appel kennelijk voor mevrouw. Die is met haar ouders gaan praten en de ouders waren meer dan bereid. Die wilden ook dat de kleinkinderen op school bleven. In de buurt bleven wonen. De scheiding was zelf al een grote verandering genoeg. En die hadden 26.000 euro over in deze regeling. En NRG heeft er 15.000 euro bij gedaan. En de geldgever was bereid om de ontslaghoofdelijke aansprakelijkheid te verlenen. Waardoor uiteindelijk mevrouw nu met een hypotheek heeft van 122.500. Maatlast van 550 euro. We hebben een vrouw met de kinderen gelukkig gemaakt. Geldgever heeft een vooral tevreden klant bij. Dus imagotechnisch natuurlijk ook niet verkeerd. En ook een goede klant met juiste getallen bij het inkomen. En de stichting heeft een verliesbeperking gerealiseerd van 12.000 euro in dit verhaal.